Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Er was mij gevraagd of ik weer een keer de full face make-up look wilde maken. Dus dat ik echt begin vanaf de basis met mijn make-up. Wat ik dan allemaal voor stappen uitvoer. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk, want het is heel erg lang geleden dat ik dat nog eens heb gedaan. En ik ga dat in deze video doen met een reeks producten van het eigen merk van de Kruidvat. Die heb ik echt al een hele tijd geleden eens gekocht. En ik heb ze eigenlijk altijd laten liggen omdat ik dacht, ik wil daar nog eens een keer zo'n video mee maken. Dus ik dacht, die ga ik daarvoor gebruiken. En er werd mij ook gevraagd naar mijn verzorgingsroutine. Dus die ga ik ook even uitleggen wat ik dus gebruik voor mijn gezicht om te verzorgen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze video en misschien ook zin hebben om je op te maken terwijl ik dat ook doe, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zal even beginnen met de verzorgingsroutine. Wat ik doe als ik eigenlijk uit bed kom, is ik breng als eerste de Hydro Hero Under Eye Stick van Essence aan. Het is zo'n stick die mijn huid onder de ogen hydrateert. Ik heb echt last van een hele droge huid. Ik heb ook echt last van eczeem daar. Dus ik breng deze eigenlijk altijd aan. Daaroverheen breng ik dan mijn dagcreme aan. Ik heb de Vital Beauty Anti-Aging en Extra Firming dagcreme van Shein. Die is dus van de Lidl. Hij is bijna op. Ik moet eventjes nieuwe kopen. Ik doe dit trouwens altijd met een spateltje. Want als ik hier met mijn hand zo inga, met mijn vinger, dan zit alles onder mijn nagel. En dat vind ik zo vies. Omdat je het er ook bijna niet onderuit krijgt. Dus dat is die. Ik zal ook even laten zien wat ik dan voor stappen volg in de avond. Dat is eigenlijk niet heel spannend, want ik haal mijn make-up eraf voor ik ga douchen. Ik douche altijd in de avond. Ik gebruik daar micellair water voor. Ik heb nu toevallig de sensitive variant van Shein, ook van de Lidl. Deze is voor een droge en gevoelige huid. Ik heb hem net aangebroken en wat ik heel handig vind, er zit hier zo'n pompje op, waardoor je je watje erop legt en kunt drukken en hij doordrenkt wordt met het micellair water. Daar haal ik dan mijn make-up mee af en voor mijn ogen gebruik ik de Eye Makeup Remover. Die is ook van Shein, die is op oliebasis. Hij is bijna op, ik moet weer even een nieuwe kopen. Er zit normaal ook een sticker op de voorkant, maar doordat hij bij mij in de douche staat, laat hij los door het vocht. Ik zal even kijken of ik nog een plaatje kan vinden van hoe de voorkant eruit ziet. En dan zal ik die even in beeld plaatsen, maar die gebruik ik dus altijd. Nou, dan ga ik altijd douchen en na het douchen breng ik dan weer deze stick aan van Essence en daaroverheen breng ik een vette crème aan. Die heb ik hier niet bijgepakt, want die vette crème die heb ik op recept van de huisarts, dus die kun je ook niet in de winkel kopen. Die breng ik dan aan. Het wordt ook echt aangeraden om die dan aan te brengen. En die doe ik dus onder mijn ogen ook. En daaroverheen breng ik dan mijn nachtcreme aan. Die is ook van Shein. En daar heb ik de Cutane Intense for All Skin Types van. Dat is deze. Die is dus ook bijna op. Die moet ik ook even opnieuw kopen. Maar die is dus ook van Shein, van de Lidl. Ik gebruik eigenlijk heel veel van de producten van de Lidl. Omdat ik merk dat mijn huid daar het best op gaat. Ik heb in het verleden ook echt producten gehad van het Kruidvat bijvoorbeeld. Maar mijn gezicht accepteert het niet meer. Ik krijg er gewoon echt heel veel last van. Dus dat gebruik ik niet meer. Ik moet ook echt eerst die vette crème aanbrengen voordat ik dus nachtcreme aanbreng. Want anders dan heeft het geen werking en ik doe het bewust in de avond. Omdat ik dan verder niks meer op mijn gezicht draag. Dan kan het lekker de hele avond en nacht intrekken. En dan ben ik de volgende dag klaar voor mijn routine en daarna mijn make-up te doen. Ik heb nu inderdaad gewoon mijn dagcreme en die stick al aangebracht. Dat doe ik bewust, want ik vind het fijn om eventjes dat in te laten trekken voordat ik met mijn make-up begin. Dus dat is eigenlijk de verzorgingsroutine die ik uitvoer. Het is niet heel erg bijzonder of zo, maar ik vind dat zelf gewoon wel een fijne routine die voor mij werkt. Ik zal nu ook gelijk even de producten laten zien die ik ga gebruiken voor deze look. Dan hoef ik dat niet meer te doen als die bril af is, want dan kan ik het toch allemaal niet meer lezen. Daarvan zal ik ook even de prijzen in beeld neerzetten. Ik ga ze verder niet swatchen, ik laat alleen zien wat ik gebruik, want we gaan er toch een hele look mee maken. Ik heb om te beginnen de Lifting Skin Prime and Mix Dry All Serum. En dat is deze. Dus die ga ik gebruiken als basis. Als een serum dus, of primer zoals je het wil noemen.
Dan ga ik de Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation gebruiken. Hier zit SPF 15 in als foundation. Deze heeft waarschijnlijk ook echt wel een kleurnaam. Dit is de 005 Fair Ivory. Het is de lichtste kleur die er is. Want die, ik gebruik tegenwoordig altijd de lichtste kleur foundation. Omdat dat het beste bij mijn gezicht past. Dan ga ik de Wear It Nude Under Eye Cushion Concealer gebruiken. Deze heb ik in de kleur 010 Light. Het gezicht ga ik afpoederen met de Even Skin Prime & Finish Translucent Matte Powder. Gewoon zo'n witte poeder die transparant is. Dus heel geschikt voor iedere huidskleur. De bronzer die ik ga gebruiken is de Sunny Side Up Matte Liquid Bronzer. Die verzorgt ook. Ook altijd wel spannend. Met de naam 010 Matte. De blush die ik ga gebruiken is eigenlijk zowel voor de lippen als voor de wangen. Dit is de Blushing Beauty Lip & Cheek Balm. Deze is er in verschillende kleuren. Dus ik heb ook nog andere kleuren liggen in mijn stash. Deze is de 010 Soft Peony. De highlighter die ik gebruik is de Lightening Up Diamond Glow Highlighter. Deze is in de kleur 020 Pink Legacy. Mijn wenkbrauwen heb ik nu alleen eventjes een gel voor. Ik heb dus eigenlijk mijn eigen kleur er al in aangebracht. Ik heb nu de transparante gel. Deze is ook waterproof. Dus die ga ik aanbrengen om mijn wenkbrauwen te zetten. Voor de ooglook gebruik ik het Roses Like This Nude Pink Eyeshadow Palette. De eyeliner die ik ga gebruiken is de Infallible Flix Glossy Eyeliner Pen in een bruine kleur. Heeft hij een naam? Vast wel. Staat er niet op, maar hij is dus bruin van kleur. Ik ga dan ook uiteraard een oogpotlood gebruiken. Dat is de Extreme Drama Soft Glide Eyeliner Pencil. Die kun je dus ook als eyeliner gebruiken. Maar ik ga hem als potlood gebruiken in de 010 Wicked Black. Dat is deze. De mascara die ik ga gebruiken is de Full & Care Volume Balm Mascara. Die zou ook heel makkelijk zijn om te verwijderen. Voor de lippen ga ik een Show of Colors matte lippenpencil gebruiken. Deze. In de kleur 010 Classy Nude. Dus die ga ik eigenlijk een beetje als basis gebruiken. En eroverheen ga ik dan nog met de Best of Both Lip Color en Balm. Deze heb ik in de kleur 070 Charming Red. Die vond ik wel leuk matchen. Bij het potlood, althans dat denk ik. En om het af te maken ga ik de Make Me Last Refreshing Prime & Setting Spray gebruiken. Dus dat zijn de producten die ik ga gebruiken. Ik ga even alles erbij pakken en dan gaan we de make-up look maken. Zo, ik heb jullie even ingezoomd. En wat ik altijd als eerste doe is een haarbandje in. Zo, ik heb even al mijn kwasten hierbij neergelegd. Normaal doe ik dit natuurlijk altijd voor mijn kaptafel. En dan heb ik gewoon lekker mijn spiegel staan. En dan heb ik gewoon mijn handen vrij. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet voor een video. Maar zoals ik al zei, het is echt lang geleden. Ik gebruik trouwens altijd de haarbandjes van Betty. Die kun je gewoon kopen bij de Action. Die zet ik altijd zo even vast. Want dat vind ik heel lekker. Ik heb dus nu een los spiegeltje. Maar wat ik al zei, normaal doe ik het lekker aan mijn kaptafel. Nou ja, laten we gewoon gaan beginnen. Ik ga natuurlijk beginnen met die olie. Primer of olie serum. Ik doe dit wel altijd even op mijn kwast. Het draait nu niet echt persoonlijk om de producten. Maar ja, het gaat gewoon echt een beetje om de look. Dus ik ga ook niet helemaal stilstaan van joh, wat vind ik nou van de producten. Het gaat gewoon puur om dat ik nu gewoon eventjes ga laten zien van joh, hoe maak ik nou weer een keer een full face look. Dat was inderdaad al echt alweer lang geleden dat ik zo'n video had gemaakt. Maar wat ik al zei, ik had deze producten al best wel geruime tijd liggen. En toen dacht ik, oh, het is wel leuk om daar weer een keertje gewoon een video mee te maken. Je ziet inderdaad wel echt dat hij op oliebasis is. Want ik zie wel echt gewoon dat hij een beetje een glimmend voorhoofdje creëert. Maar het is ook wel weer verzorgend op zich.
ja, dat is gewoon lekker als basis dan. Dat doe ik dan nog gewoon extra over make-up heen. Nou, dan gaan we foundation doen. Ik ben bang dat hij dus zo'n pipetje heeft. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie favoriete make-up look is. Of een make-up product, als je die hebt natuurlijk, of merk. Hè? Want ik bedoel, ja, niet iedereen houdt ervan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat helemaal niks vindt. Ik heb zelf, kijk, dat werkt dus niet. Eén keer eerder een make-up look gemaakt met make-up van het Kruidvat. En toen had ik dus een foundation en die was echt super cakey. Kijk, die pipet, dat werkt dus niet. Dus ik doe nu gewoon, ik ga met die pipet gewoon over mijn gezicht heen. Ja, echt vet, vet raar, maar ja. Zo kan het ook. Ziet er heel raar uit zo. Dat gaan we lekker inblenden. Het is wel beter dan de vorige foundation. De vorige foundation die ik had, die zat in zo'n potje. Die was echt super cakey. Ik kreeg echt zo'n cakey gezicht daarvan. Toen dacht ik echt van, zo. Dat had ik ook beter niet kunnen doen. Ik heb een beetje last van mijn ogen, dus ik merk gewoon dat ik heel snel traan. Dus dat is soms wel jammer, want dan verpest je wel je hele make-up look, zeg maar. Zo, even lekker doortrekken. Ik breng niet eens zo'n hele dikke laag op, hoor. Het is eigenlijk vrij basic. Maar het is blend wel gewoon lekker in en dat is wel belangrijk. Zo. Dat zit er weer lekker op. Ik had er even een doosje bij gepakt, want ik kan straks alle producten gelijk opruimen na de video. Oh ja, dan gaan we naar die concealer. En wat wel heel erg leuk is, kijk, die heeft zo'n kwastje of zo'n sponsje. En die sponsjes die zie je eigenlijk voornamelijk heel erg, de bekendste met een sponsje is denk ik toch wel die van Maybelline. Ik denk dat we die allemaal wel, of althans allemaal, de meeste mensen zullen die toch echt wel kennen. Oh, ik moet hem wel even goed doordraaien, want er komt nog niks uit. Ik denk dat heel veel mensen die van Maybelline wel kennen, die met een sponsje. Ik weet dat Essence het ook ooit heeft gehad, met een sponsje zeg maar. Komt echt niks uit. Heb ik nou weer zo'n gaar sponsje, wil je zeggen? Nou, ik weet het niet hoor. Oh ja, het begint te komen, maar... Ik vind nou niet dat er heel veel uitkomt. Ja, hij ligt het inderdaad wel wat op. Maar, als dit het is. Ik wil gewoon echt... Oh, ja, er komt wel wat af. Spul zien. Nou, breng ik dit wel even op mijn neus aan, want hij is eigenlijk alleen voor onder de ogen. Nou ja, daar heb ik een beetje lak aan. Gaat wel gewoon ook zo doen. Ja, nu merk ik inderdaad dat er wat uitkomt en nu ga je het ook wel goed zien. Hij had even nodig om op gang te komen. Zo. Hé. Wat een gedoe. Weet ik hoe lang draaien en dan komt er eindelijk een keer wat uit. Ja, dat is niet echt heel erg lekker, hè? Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie veel tijd besteden aan jullie make-up. Of dat jullie het gewoon lekker makkelijk houden. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik doe er altijd wel heel veel aan. Maar er zijn denk ik genoeg mensen die denken van, nou ja, veel te veel werk. Ik kan me ook voorstellen dat je er misschien niet altijd tijd voor hebt. Misschien als je kinderen hebt of met werk of zo. Dat je het ook niet redt om altijd maar in een full face make-up look te gaan. En het hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Hè? Je moet ook doen waar je jezelf fijn mee voelt. Maar ik voel mezelf toch altijd wel heel fijn. Met een make-upje op. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat is gewoon zo. Wil je nou zeggen? Ja. Ik geloof het wel. Zo, ik heb jullie toch nog even iets meer ingezoomd. Want ik weet het niet. Anders is het misschien toch een beetje te ver af.
Maar goed, ik vind het zelf altijd wel het genietmomentje van de dag voor mezelf. Gewoon even lekker, dan ga ik lekker achter mijn kaptafel zitten. Ik kies uit wat ik wil gaan gebruiken. Nou, de basis is meestal wel vrij hetzelfde hoor. Mijn concealer, mijn foundation en mijn poeder en zo. Daar wissel ik niet heel veel in. Ja, af en toe, ik pak natuurlijk ook wel poeders uit mijn stash. Die gewoon, als ik zeker wil weten dat het echt gewoon heel erg lang blijft zitten, dan doe ik er iets meer aan. Maar ja, en dan vind ik het leuk om weer een oogschaduwpalet uit te kiezen waar ik een look mee wil gaan maken. En ja, ik vind dat echt wel het genietmomentje van de dag. Maar ik kan me wel voorstellen dat het soms wel heel veel tijd kost. En dat mensen denken, ja, ik heb daar helemaal geen tijd in. Of voor of helemaal geen zin in. Dat kan natuurlijk ook. Dat, ja, dat snap ik ook helemaal. Kijk, ik heb natuurlijk geen kinderen en ook geen werk. Dus ja, ik heb er gewoon net wat meer tijd voor als misschien een gemiddeld ander persoon. Kijk, dit werkt dus ook weer met zo'n beadpadje, want ik ga die bronzer nu aanbrengen. Dus ik ga dat ook maar gewoon een beetje langs mijn gezicht doen. Want ik weet nu al dat het niks gaat worden. Ik doe gewoon een klein beetje stippen, anders hebben ze zometeen een heel bruin gezicht. Wee! Dan blenden we zo wel uit. Ook een beetje onder mijn kin altijd. Een beetje schaduw creëren. Ik vind toch die pipetjes vind ik nooit zo heel erg fijn. Ik snap nooit waarom. Ja, aan de ene kant. Kijk, ik snap wel dat het een handige verpakking is. Maar aan de andere kant, het werkt heel vaak gewoon niet. Want ja, of er komt te veel uit. En nu moet je het maar weer netjes in te zien te blenden. Ik maak natuurlijk altijd best wel veel make-up video's. Maar ja, het zijn voornamelijk ook wel momenteel veel van de limited edities die ik uittest. Ik dacht, nou, het is ook wel echt heel erg leuk om weer een keertje zo'n product te gaan kiezen. En ik heb natuurlijk ook best wel goede kwasten, tools en zo. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als jullie make-up gebruiken, wat voor kwasten gebruiken jullie bijvoorbeeld? Ben je ook iemand die misschien geïnvesteerd heeft in wat duurdere kwasten? Of gebruik je gewoon lekker low-budget kwasten waar ook niks mis mee is, hè? Ik bedoel, alles is prima. Ik heb zelf wel gemerkt, toen ik begon met make-up, toen begon ik echt met hele goedkope kwasten van de HEMA. Daar heb ik echt heel erg lang veel plezier mee gehad. Maar toen ik eenmaal kennis had gemaakt met de producten van, of de kwasten van Real Techniques, toen was ik wel echt helemaal om. En toen dacht ik ook echt van ja, dan vallen de goedkopere kwasten daar wel bij in het niets. Maar dat komt natuurlijk ook, ik heb daar ook echt jaren over gedaan. Hè. Toen was ik al jaren bezig met make-up. En toen dacht ik, ja, ik gun het mezelf om te investeren in ja, wat grotere of wat duurdere kwasten. Maar ja, dat is ook niet voor iedereen. Ja, het is natuurlijk allemaal al duur zat. Dus ook niet misschien voor iedereen betaalbaar. Of misschien vind je het ook niet nodig. Hè? Dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik bedoel, ja, er is niks mis mee om het niet te doen. Laat ik dat voorop stellen. En ik ben momenteel al mijn make-up aan het roteren. Dus ik ben alles weer een keer opnieuw aan het gebruiken. Dat was wel heel leuk hoor. Maar het was ook wel een bende, want ik zag overal make-up staan. Maar dan is het zo leuk om het allemaal weer terug in je stash te stoppen. Ja, echt heerlijk is dat. Zo, ik geloof dat het wel aardig netjes is. Ja, meestal ben ik dus niet zo fan van producten. Dan, hè, zoals nu, heb ik graag een blush gebruiken. Die dan zowel als blush en als voor de lippen kan worden gebruikt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, het maakt ook niet uit. Ik vind het alleen nooit zo'n heel lekker gevoel als je het eerst op je gezicht hebt aangebracht en daarna vrolijk op je lippen gaat aanbrengen. Maar ja, weet je, ik gebruik het toch zelf. Ik deel mijn make-up ook niet. Ik vind het ook niet hygiënisch. Ik vind gewoon, ik gebruik mijn eigen product en alles wat ik heb gebruikt vind ik niet echt hygiënisch als iemand anders dat nog gaat gebruiken. Daar ben ik altijd wel heel, ja, heel straight in van, ja, niet. Kijk, of het moet echt een keer voorkomen. Het is wel eens een keer gebeurd, maar dan was het familie, weet je wel. Dan niet vreemden of zo, of nee, geen andere mensen. Maar over het algemeen ben ik niet van het delen. Omdat ik toch wel denk, ja, hè, iedere huid reageert er anders op. Je hebt allemaal je eigen routines en je doet het allemaal op je eigen manier. En dan vind ik het toch niet zo heel erg lekker als iemand anders dan, ja, producten gaan gebruiken die ik al heb gebruikt. Nee, dat hygiëne is hoog in het vaandel.
Ik heb wel het idee dat die blush een beetje wegvalt in combinatie met de bronzer. Maar ach, wat maakt het uit. Denk ik dan maar. Soms wil ik ook wel eens wat makkelijker worden, weet je. Niet altijd zo van... Probeer ook nu wat meer dingen los te laten. Ik merk ook bijvoorbeeld, soms heb ik een hele grote blogpost en dan... Ja, er gaat in YouTube en mijn blog gaat best wel wat tijd zitten. En dat weet ik helemaal niet erg. Want dat doe ik natuurlijk met liefde. En ik heb natuurlijk ook die tijd wel om daar gewoon mee aan de gang te gaan hoor. Maar dan denk ik altijd van ja... Soms wil ik ook wel eens proberen om gewoon iets makkelijker daarin te worden. Van als ik een blogpost niet helemaal afkrijg, dat ik denk van, nou ja, goed, weet je, dat is dan maar zo. Dat, ja, weet je, niet meer zo, ik wilde niet meer zo heel... Geen probleem. Ik wil de druk niet meer zoveel op mezelf neerleggen. Want ja, je merkt gewoon dat jezelf wordt er helemaal niet blij van. En dan denk ik van, ja, probeer het wat meer los te laten. En ik heb ook mensen die echt zeggen van... Ja, probeer maar wat makkelijker daarin te worden. En ook gewoon sowieso, doe alles gewoon een beetje lekker op eigen tempo. En dat vind ik soms lastig, want ik wil soms gewoon te veel voor wat ik eigenlijk kan doen. Maar dat probeer ik wel nu wat meer los te laten. Omdat ik denk, ja, weet je... Er zijn ook andere dingen in het leven al... Wil ik altijd wel dat mijn YouTube op tijd online is. En ik merk ook als er een keertje iets dus tussen is gekomen. Dat het een keertje is fout gegaan met uploaden. Of als er een keer een bug in zit. Vind ik dat echt heel lastig. Want dan voel ik me heel erg nadoor. Dat ik denk van oh jakkes. Het is dus niet gelukt om het nu online te krijgen op tijd. Ja daar voel ik me dan altijd heel nadoor. Maar eigenlijk zijn jullie reacties over het algemeen allemaal wel heel begripvol en heel lief. En zeggen jullie ook wel gewoon van nou ja weet je. Het kan gebeuren, het is prima. Denk ook aan jezelf. En dat probeer ik ook wel wat meer te doen. Al kost het me altijd wel wat meer moeite. Omdat ik het wat lastiger vind om te doen. Maar ja, ik probeer het dus wel. Maar soms... Ja, ik ben best wel een pietje precies. Ik doe nu trouwens even moeite om het oogschaduwdoosje open te krijgen. En dat vind ik soms best wel een lastige eigenschap om een beetje dat precieze te hebben. En vroeger dan dacht ik altijd van, oh, het is niet zo heel erg. Je kan er op zich wel mee leven. Hè? Ik bedoel, het is niet het einde van de wereld natuurlijk. Maar ja, ik vind het soms wel lastig. Zal ik jullie ietsjes meer inzoomen voor de ogen? Ik kon niet heel veel meer. Ik dacht al, ik zat al eigenlijk redelijk op de max. En ik probeer dus om het wat meer allemaal los te laten. Ik probeer ook wat meer gewoon voor mezelf ook wat leukere dingen te doen. Dus als ik gewoon zin heb om lekker te gaan diamond painten, ga ik ook gewoon lekker diamond painten, weet je wel. Ja, ik vind het zo gewoon super leuk om te doen. En dan denk ik ook van ja, waarom zou ik het niet doen? Ik word daar ook echt heel rustig van. Hebben jullie eigenlijk hobby's waar je gewoon heel rustig van wordt? Ja, ik heb ook wel echt... Ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk om te doen, hoor. Je kan ook heerlijk genieten van het kijken van een serie, bijvoorbeeld. Gewoon eigenlijk de uitvinding van... die streamingdiensten vind ik zelf wel ideaal. Alleen het is natuurlijk allemaal wel... Ik kan me ook wel voorstellen, er is zoveel... Het zal misschien ook niet voor iedereen betaalbaar zijn. En ja... Gelukkig hebben we ook reguliere televisie en dat kan ook hartstikke leuk zijn. Moet natuurlijk wel je ding zijn wat erop is. Over het algemeen vind ik heel veel leuk. Dat is misschien ook mijn probleem. Ja. Ik vind het wel heel gezellig om weer een keer zo op te maken en een beetje te kletsen. Maar ik doe er wel veel langer over dan dat ik het normaal doe, maar dat geeft niet. Ik wil het ook niet afraffelen natuurlijk. Zo.
heb hier alle kwastjes, heb ik heel vrolijk zo op een... vrolijk heb ik hier zo heel leuk allemaal bij elkaar neergelegd. Maar dan moet ik allemaal wel een beetje zoeken. Zie je, ook weer de verkeerde vast. Ja, dat komt. Mijn kwasten die zijn weer toe aan een schoonmaakbeurt einde van de week. En dat moet dan altijd weer even schoongemaakt worden. Maar ja, dan wil ik natuurlijk niet wat van die vieze kwast op mijn bank. Maar dat snap je. Dat wil je niet. Want je wilt geen make-up in je bank. Dat is gewoon echt niet te doen. Weet je wat ik wel soms dan heel spannend vind? Die eyeliner en dat oogpotlood. Want hoe ga ik dat doen met één hand? Normaal gebruik ik twee handen. Maar dat zal ook wel goed komen. Zo. Waren jullie trouwens al bekend met de make-up van het eigen merk van de Kruidvat? Of was het iets wat je misschien wel eens voorbij hebt zien komen waarvan je dacht, nou is niet zo mijn ding. Dat kan natuurlijk ook, hè. Want niet iedereen is hetzelfde. Zo. Ziet er toch altijd wel heel anders uit als ik er een make-upje op heb zitten. Want ik vind over het algemeen, als ik niks draag, mijn gezicht best wel kaal. Als er dan een make-upje op zit, dan denk ik, ja, ik word weer een beetje mezelf. De eyeliner. Nou, die gaat denk ik nog wel met één hand. Maar ik denk vooral zometeen, dit oogpotlood is een uitdaging. Ik vind het wel leuk zo bruin, maar deze look moet ik zeggen... Nou, helemaal prima. Het zal misschien niet super opvallend zijn, maar ik vind het wel goed. Ja, dit wordt leuk. Ga ik dat gewoon even zo doen? Nee, dat ga ik niet doen, want dat zie ik gewoon niet. Ja, dat is wel echt lastig, jongens, als je echt weinig ziet zonder een bril. Hoe ga ik dit doen? Nou, dat toch maar met één hand, denk ik. Het zal moeten. Oké, ik trek hem gewoon wel een beetje zo naar beneden. Ja, het zit wel, maar het zit niet zo netjes als dat ik het normaal zou doen. Maar ja, normaal gebruik ik dus twee handen. Maar het is wel fijn, deze eyeliner pen. Nou, deze kant ging beter als die. Ja, dan mogen we ook natuurlijk wel eventjes bij stilstaan. Dat is toch soms moeilijk. Dan ga ik even mijn wimpers krullen. Dat doe ik ook altijd. Zo, dan ga ik die mascara doen, maar die heeft een hele leuke verpakking. Kijk, je moet hem duwen en dan gaat hij open. Dus niet draaien. Dat is wel grappig, vind ik. Mascara opbrengen en praten vind ik lastig. Dat ga ik ook niet doen, denk ik, want anders heb ik zometeen die borstel in mijn oog. En als het iets zeer doet, is het dat. Zo, ik doe nooit heel veel hoor. Ik trek ook echt een heel raar gezicht altijd als ik mascara opbreng. Maar dat konden jullie nu niet zo goed zien. Want dat zat verder gewoon helemaal verscholen achter de spiegel. Je draait hem dan wel gewoon dicht, zeg maar. Dus om hem dicht te maken moet je wel draaien. Nou, dan ga ik het potlood doen. Oh. Eigenlijk is dit al heel leuk. Maar ik vind het wel leuk om eventjes nog die lipstick aan te brengen ook. Ga ik even met die stick eroverheen.
Waar heb ik die gelaten? Hier. Zo. Ja, hij maakt hem net wat speelser. Dan moet ik dat wel eventjes laten drogen voordat ik met die stick eroverheen ga. Dan ga ik intussen gewoon eerst maar eventjes de fixing spray doen. Een beetje schudden. Komt ie. Vind ik altijd spannend. Oh! Hij ruikt wel heel lekker. Oké, even wapperen. Het ziet er heel raar uit, jongens, maar... Anders heb ik zo'n nat gezicht. Ik ben altijd zo bang dat mijn make-up ervan uitloopt. Oeh, wat is die nat. Mijn hele voorhoofd is helemaal nat. Oké, dan kunnen we nu inmiddels ook eventjes nog die balsem eroverheen aanbrengen. Anders wordt hij heel droog. Zo. Het hoeft niet superveel te zijn, maar gewoon een beetje. Zo, dan zit dat in ieder geval op. Eventjes dit nog laten drogen. Zo, ik heb gelijk even mijn haar gedaan. Ziet er al gelijk weer heel anders uit. Ik ben blij met de look. Ik ben er blij mee hoe het geworden is. Ja, het ziet er mooi uit. Het is leuk geworden. Ik hoop in ieder geval dat jij het ook leuk vond om te zien hoe ik weer een keer een full face make-up look maakte. En ja, hoe het er allemaal uitziet. Wat ik voor stappen doe. Dit is dus eigenlijk hoe ik ook... Ja, mijn make-up dagelijks doe, alleen dan ja, gebruik ik niet altijd dezelfde producten, wissel ik daar heel erg mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij ook meerdere make-up producten gebruikt of dat jij het misschien bij een mascaraatje houdt of een lippenstiftje. Helemaal prima, ieder doet het op zijn eigen manier. Ik vind het zelf fijn om wat meer te gebruiken. Ik wil je bij deze in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!